Ik heropen de vergadering en geef het woord aan staatssecretaris van Digitale Zaken voor de beantwoording van de eerste termijn. Ja, en hoe ook de ironie. We hebben last van inderdaad een storing van ons e-mailsysteem. Dus ik heb geprobeerd zo goed mogelijk alles bij elkaar te verzamelen van de vragen. Daar komt nog wat aan zometeen, maar... Ik hoop vooral uw vragen zo goed mogelijk zo meteen te kunnen beantwoorden. En natuurlijk ook van mijn kant van harte de felicitaties voor mevrouw Leijten. Voor het zijn van IT-politicus van het jaar. En met haar ben ik het eens dat het heel fijn is dat we ook een aparte commissie hebben die hierover praat. Want dat levert toch in de meeste gevallen wat mij betreft ook hele interessante en goede debatten op over een onderwerp wat zich gelukkig ook steeds meer in een publieke belangstelling bevindt. Vandaag dan over het onderwerp informatiebeveiliging bij de overheid. Dat is natuurlijk een zeer belangrijk thema, want de kern is natuurlijk dat burgers en bedrijven er moeten op kunnen vertrouwen dat de overheid niet alleen maar zorgvuldig omgaat met gegevens, maar ook systemen en processen heeft die het doen. Zodat wanneer je met de overheid zaken wil doen, dat die systemen en processen beschikbaar zijn, dat die veilig zijn, dat je ze kunt vertrouwen en dat je daarin ook regie kunt behouden over wat je met de overheid deelt. En natuurlijk is het, als het gaat over dat thema van veiligheid, zijn er veel beren op de weg, zijn er veel problemen. We zien digitale dreigingen vanuit statelijke actoren, vanuit criminelen. We zien ook dat steeds vaker plaatsvindt en ook op allerlei soorten van manieren. Van aanvallen op onze infrastructuur, op onze programma's, pogingen om gegevens van mensen aan hen te ontfutselen. Dat is natuurlijk ook gewoon een heel zorgelijke ontwikkeling. En ik kom er zo meteen nog wel op terug. Maar dat laat ook natuurlijk zien dat dat ook niet ophoudt. Dus er is steeds weer en iedere dag weer is er aan te werken om te zorgen dat die veiligheid ook verbetert. Of het nu gaat over hacking, of het nu gaat over phishing, of het nu gaat over aanvallen op systemen. Alles moet worden aangepakt. En we hebben ook gezien dat cybercrime toeneemt. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de overheid, maar meer ook in het algemeen. En zo'n 2,5 miljoen mensen in ons land geven aan dat ze wel eens slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. En ook dat is iets wat ons zorgen baart. Vorige week hebben we met de Commissie van Justitie en Veiligheid ook over dit onderwerp gesproken. Maar ook bij de overheid is hier veel te doen. En dat zal ook zo blijven. Want we zien natuurlijk dat als wij onszelf weer beter beschermen, er altijd weer nieuwe manieren worden gezocht en soms ook gevonden om ons aan te vallen. En ook de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne, de cyberoorlog, laat ons ook zien hoe hard we die bescherming ook nodig hebben. Nou, dan is het goed natuurlijk dat we dat in het openbaar bestuur goed regelen. Informatiebeveiligheid is daarin belangrijk. Dat zei ik ook al. We moeten onze systemen en processen op orde houden. We hebben ook niet voor niets in de werkagenda waarde gedreven digitaliseren gezegd dat versterken van cybersecurity een belangrijk onderwerp is. En dat gaat dus over de combinatie van systemen en processen en gegevens. In al die vormen moeten we kijken hoe we dat doen. En we werken op dit moment aan een wettelijke basis voor informatiebeveiliging van de overheid. Ik kom daar nog op terug naar aanleiding van vragen die door de heer Raimi werden gesteld. Maar we hebben natuurlijk ook al van alles gedaan in de afgelopen tijd. Zoals bijvoorbeeld het kader dat baseline informatiebeveiliging overheid heet. En het feit dat we ook op allerlei manieren oefenen en werken aan het veilig houden van de overheid. Wat mijn ambitie is om niet alleen maar toe te werken naar meer inzicht in financiën rondom digitalisering, maar ook een IT-verslag en een IT-auditverklaring te maken. Omdat we daarmee ook willen kijken naar hoe we kunnen zorgen dat er aandacht en tijd wordt besteed aan het inzetten van allerlei aspecten, maar zeker ook op het gebied van veiligheid. Jaarlijks oefenen we. We hebben inmiddels al vele overheidsorganisaties die meedoen aan die oefeningen. Inmiddels zo'n 700 deelnemers die deelnemen. 700 deelnemers waar we mee hebben begonnen 5 jaar geleden. Naar nu zo'n 3000 die dat doen. Vorig jaar oktober hebben we dat gedaan. En we gaan ook dit jaar weer opnieuw oefenen op het gebied van cyberveiligheid en het bestrijden van cybercriminaliteit. Ik zou dan daarmee ook willen afronden en vooral aangeven dat wij vanuit
de Rijksoverheid natuurlijk een stelselverantwoordelijkheid hebben voor het openbaar bestuur en daarmee ook voor veiligheid. En ik vind het van belang dat we daarmee ook zorgen dat we dat, dat we op basis daarvan niet alleen maar via het maken van een wet, maar ook inhoudelijk blijven samenwerken. En gelukkig hebben we daar ook over een afspraak gemaakt met alle lagere overheden om samen te gaan werken aan die informatiebeveiliging en cyberveiligheid. Ik heb, voorzitter, op dit moment 3 blokjes die ik wilde aflopen. En nogmaals, er komen nog een paar vragen aan, maar ik ga proberen ook op basis van de vraag die u gesteld heeft natuurlijk antwoord zo goed mogelijk te geven. En ik wilde dan beginnen met het blokje informatiebeveiliging, dan privacy, dan open source. En het blokje informatiebeveiliging begint met de vraag van de heer Rahimi van de VVD. Die vroeg wat is nou de stand van zaken rondom de voorbereiding van wetgeving op dit gebied. Of er ook aparte wetgeving komt. En het antwoord erop is dus ja. Wij zijn voornemens dat te doen. Ook omdat alle overheden binnen de scope van de zogenaamde NIP2 moeten vallen. Dat is de wetgeving die we in Europa hebben afgesproken op dat gebied. Ik wil daarmee een versnelling maken om te verankeren dat informatieveiligheid voor de publieke sector ook wordt gerealiseerd. Een tweede vraag op dit gebied was van de heer Rahimi over of er nou op één plaats een algemene zorgplicht voor informatieveiligheid bij de overheid kan worden geregeld. En wat ik bedoel met daardoor. Het is de bedoeling dat die NIP2-richtlijn, en dat zien we dus vooral als een kans, om te zorgen dat we allerlei interbestuurlijke regelgeving ook goed harmoniseren. Want uiteindelijk werkt het natuurlijk pas als het gaat over cyberveiligheid, wanneer we dat als overheden met elkaar doen en ook zoveel mogelijk combineren. Daar hebben we dus ook al afspraken over gemaakt met onder andere de VNG en een aantal gemeentes. En we willen juist die harmonisatie ook gebruiken om daarmee het haalbaarder en zeker ook betaalbaarder en uitvoerbaarder te maken. Omdat het namelijk voor heel veel lagere overheden ook heel ingewikkeld is om het allemaal zelf te bedenken en zelf de aanbestedingen te doen en zelf te zorgen dat die informatieveiligheid verbetert. Dan vroeg ook de heer Rahimi of wij van plan waren de richtlijnen vanuit de Verenigde Staten in oogschouw te nemen rondom dit thema zoals Zero Trust. En wat ik aan het doen ben, of wat wij aan het doen zijn, is een nieuwe versie te maken van die baseline informatiebeveiliging Rijksoverheid. En daarin nemen we ook die concretere richtlijnen uit de Verenigde Staten mee, zoals die veiligheidsstrategie Zero Trust. De bedoeling is in 2024, dus volgend jaar, een geactualiseerde BIOC beschikbaar te hebben. Dat doen we met experts vanuit binnen- en buitenland. En die expertaanpak, daarmee kunnen we dan ook garanderen dat het zoveel mogelijk aansluit op de hedendaagse praktijk. Hoewel we natuurlijk ook steeds, en daarom doen we ook deze vernieuwingsslag, we altijd moeten blijven werken aan het steeds weer opnieuw kijken of we voldoen aan de meest recente eisen en ontwikkelingen. Ook een vraag van de heer Rahimi was over IDware, de hack die heeft plaatsgevonden, waar ook de Tweede Kamer en uw leden last van hebben gehad. De Beveiligingsautoriteit Rijk en de CISO, dus onze cybersecurity officer, hebben nog recent contact gehad ook met IDware. Ze hebben zich in detail laten informeren over alle maatregelen die ze hebben genomen. Onder meer ook die continue monitoring die moet plaatsvinden om te zorgen dat het systeem niet weer opnieuw gehackt kan worden. Of in ieder geval dat nieuwe aanvallen kunnen worden afgewend. Om dit ook verder in de gaten te houden, doet de CISO Rijk dat continu. En niet alleen maar voor dit, voor IDware, maar natuurlijk voor ook andere rijksbrede voorzieningen. En er was ook de vraag over wat er nou precies gebeurd is met de gegevens rondom die hack van IDware. Ik geloof dat dat een vraag was van een van de andere leden, maar ik kom er dan maar gelijk op. En dat is dat het ging vooral over gegevens zoals foto's, namen, geboortedata. Dus eigenlijk gegevens die ook wel anderszins in het publieke domein beschikbaar zijn. Dat is daarmee niet minder vervelend, maar geeft wel aan dat het niet echt mogelijk is, bijvoorbeeld om de passen die er zijn ook na te maken of op een of andere manier onder valse voorwenselen hier in de Kamer of bij gebouwen van het Rijk binnen te komen.
Maar goed, we blijven dit soort ontwikkelingen natuurlijk in de gaten houden en proberen daar ook steeds van te leren. Want dat was ook de vraag van de heer Raimi. Van wat doen jullie nou om inzicht te krijgen? Wat is hier nu gebeurd en hoe kun je er ook voor leren, zodat er volgende aanvallen niet weer plaatsvinden. Of in ieder geval zoveel mogelijk worden voorkomen. Vraag van GroenLinks ging over... Ik ga heel even onderbreken, want ik zie de heer Raimi van een interruptie. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij dit te horen. Kijk, wat ik eigenlijk meer bedoelde is ook met het verschillende normenkaders en de bio, is dat het vaak ook, administratief romslomp soms lijkt. Terwijl je soms gewoon een hek of weet ik veel wat wil. En op dit vlak was ik ook benieuwd, dus waar komt IDWare zelf mee, in plaats van dat we zelf moeten kijken? En dat las ik nergens, dus... Dat was mijn concrete vraag of IDWare zelf punten had die andere instanties eventueel kunnen gebruiken. De staatssecretaris. Ik kan daar op dit moment niet een antwoord geven op wat zij zelf doen. Hè. Dus wij monitoren wel bij hen. Maar ik kan in de tweede termijn daar even op terugkomen wat zij precies aan het doen zijn. En overigens, hè, over die baseline. Natuurlijk zijn dat richtlijnen die we op papier zetten. Maar dat doen we natuurlijk niet om er vervolgens alleen maar papier, om het alleen maar papier te laten zijn. Maar ook om ze daadwerkelijk te gebruiken. Niet alleen maar bij de Rijksoverheid, maar ook bij gemeentes en provincies. Om te zorgen dat we zo goed mogelijk zijn gewapend tegen aanvallen van buitenaf. En dat we dat ook steeds moeten updaten is natuurlijk helder. Een vervolgvraag van de heer Raimi. Ja, kijk, wat ik dan mee wil geven, toen de cookiewet was, zat ik niet in de Kamer. Maar ik ben zo allergisch daarvoor. Dus ja. Wat ik eigenlijk bedoel is, wilt u echt waken dat dat niet gebeurt? He, dat het vinklijstje is, dat het goed is. En uiteindelijk doet iedereen dat. Dus wilt u dat graag meenemen om niet in dat soort dingen weer te vallen? De staatssecretaris. Ja, en ik denk dat die wet die we aan het maken zijn, dat we daar ook over kunnen hebben. Hoe we kunnen zorgen dat we de juiste maatregelen treffen. En tegelijkertijd ook zorgen dat het niet zo is dat iedereen denkt, hoe kan ik hier zo snel mogelijk vanaf? Want dat is natuurlijk precies niet wat we willen. Ik kom zo meteen nog even terug op dat onderwerp van de cookies. Vanuit GroenLinks was er de vraag van, hoe kun je nou precies zorgen dat IT-producten voldoen aan wet en regelgeving en ook aan standen voor informatiebeveiliging. En u zei, die verantwoordelijkheid moet vooral ook liggen bij de leverancier. En dat ben ik ook zeer met u eens. Want op allerlei manieren worden overheden natuurlijk geholpen om de juiste eisen te stellen. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat er de leveranciers ook voldoen aan die vereisten. En dat er van alles wordt gedaan om te zorgen dat ze dat ook doen. Daar is ook allerlei regelgeving voor, met name ook Europees niveau. De Cyber Resilience Act gaat zorgen dat leveranciers van hard en software worden gedwongen om veilige producten te leveren. En het is dus ook heel belangrijk dat gebeurt. Dan was er de vraag van mevrouw Bouchalikt ook of wij mogelijkheden zien om digitaal als Europa autonomer te worden. En dat is zeker een heel belangrijke ontwikkeling. Het is eigenlijk een ontwikkeling die ook wat meer aandacht heeft gekregen, ook binnen de Europese Commissie. Naar aanleiding van de situatie die ontstaan is door de oorlog in Oekraïne. Omdat we toen zagen hoe afhankelijk we ook waren als Europa van bijvoorbeeld energieleveranties. En dat heeft gemaakt dat er opnieuw wordt gekeken ook naar dit thema. En dan gaat het niet alleen maar over autonomie als het gaat over de hardware, zou je kunnen zeggen, infrastructuur, datacenters, maar ook softwarematig, omdat het relevant is om te kijken hoe we kunnen zorgen dat als het nodig is, we ook op onszelf kunnen vertrouwen. En op dit moment werkt het ministerie van EZK samen met ons aan ook het verder uitwerken van een beleid op het gebied van digitale autonomie en digitale infrastructuur. Autonomie in de infrastructuur en die wordt naar verwachting aan het in de tweede helft van dit jaar opgeleverd. Dan was er ook nog een vraag van mevrouw Bouchalikt of gemeenten en provincies en waterschappen voldoende middelen hebben om ook daadwerkelijk te zorgen dat ze veilig kunnen werken digitaal. En ik kan natuurlijk niet altijd garanderen dat dat ook zo is. Ze hebben natuurlijk ook hun autonome taken en autonome keuzes voor wat betreft hun bedrijfsvoering. Maar we zorgen er natuurlijk wel voor dat we mede-overheden
ondersteunen met kennis en met allerlei vormen van informatie. En natuurlijk ook met het uitvoeren van die grote cyberoefeningen. Maar niet onbelangrijk is dat de minister van Justitie en Veiligheid en ik ook in december een convenant hebben gesloten met de gemeentes. Om juist ook te zorgen dat we niet alleen maar kijken naar wat moet er inhoudelijk gebeuren om veilig te zijn. Maar ook hoe kunnen we zorgen dat daar voldoende kenniskunde en middelen voor ter beschikking komen. Dus het is een aandachtspunt wat wij hebben, waar we aandacht voor moeten hebben en houden. Want we kunnen niet altijd zeggen dat er voldoende middelen zijn gegarandeerd. We moeten vooral zorgen dat we de goede keuzes maken. En daarbij ook zorgen dat die veiligheid kan worden ingevoerd door de gemeente en provincies. Ja, een interruptie van mevrouw Schmid, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vervolggraag, want dat garanderen heb ik inderdaad heel specifiek zo opgeschreven ook. Omdat uiteindelijk kunnen we hier allemaal hele goede beleidsontwikkelingen proberen op gang te brengen. En regels en dat soort zaken. Maar als een lagere overheid niet de middelen heeft of de capaciteit om dat ook ten uitvoer te brengen, gaat het ten koste van de burger uiteindelijk. En dan komt dat weer terug. Wat kan de staatssecretaris dan wel doen? Want ik vind het garanderen toch best wel een heikel punt als ik hoor dat dat niet mogelijk is. De staatssecretaris. Nou, ik vind het woord niet mogelijk niet een goed woord. Dus we hebben nummer 1 natuurlijk met gemeenten en provincies een convenant afgesloten. We doen er alles aan om datgene wat wij voor onszelf als beleid maken ook te laten gelden of gemeenten en provincies te laten meedoen daarin. En dat geldt bijvoorbeeld ook over de recente afspraken die we gemaakt hebben voor de Rijksoverheid zelf rondom het gebruik van apps uit landen met een offensief cyberprogramma. We hebben ook aan gemeenten gevraagd om dat beleid te volgen. Wij willen hen vooral ondersteunen daar waar dat nodig is met kennis, met kunde, met handreikingen enzovoort enzovoort. En we gaan die wet maken die natuurlijk ook gaat gelden voor lagere overheden. Maar wat ik van belang vind in de komende tijd is natuurlijk ook, als u zegt van is er altijd de garantie dat alle middelen er zijn? Ja, dat is natuurlijk te moeilijk en te breed om te beantwoorden. Maar ik ben het zeer met u eens als het erover gaat dat we natuurlijk willen dat het op alle niveaus in de overheid goed geregeld is. Want anders kunnen inderdaad problemen die er in een gemeente of in een provincie ontstaan ook doorwerking hebben voor het Rijk. Dus wij blijven daar heel goed met hen over in overleg. Om te zorgen dat wat we wensen, namelijk voldoen aan een hoog niveau van veiligheid, ook geldt voor onze mede-overheden. Interruptie nog van de heer Rahimi? Nee? Nou, voorzitter, ik weet niet of het mag, maar kan ik ook mevrouw Bouzali een vraag stellen? Nee, officieel mag het niet. Dus je moet het bewaren voor de tweede termijn. Dan gaat de staatssecretaris door met haar beantwoording. Nou, en ik zou ook willen zeggen dat die NIP2-richtlijnen, die dus ook gaan gelden voor provincies en gemeenten, dat we die ook die ons de kans biedt om natuurlijk veel meer ook de regelgeving op dit gebied te harmoniseren. En ik ben er blij mee dat we dat kunnen doen, want dat zou ook weer moeten kunnen bijdragen aan het zorgen dat we de haalbaarheid en uitvoerbaarheid, maar zeker ook de betaalbaarheid van die informatiebeveiliging beter op orde kunnen krijgen. De vraag ook van mevrouw Bouchalik over het gebruik van clouddiensten, waar risico's aan verbonden zijn. Of het zo zou moeten zijn dat we die richtlijnen niet alleen voor de Rijksoverheid zouden moeten laten gelden, maar ook voor provincies en gemeenten of andere delen van de overheid. En wij hebben hen geadviseerd om dat ook te doen. En ik heb ook afgesproken met hen, we hebben daar overleg over gehad, dat we elkaar daarvoor op de hoogte houden. Uiteraard is het zo dat er, zelfstandige posities zijn voor deze, voor de verschillende onderdelen van het Rijk. Dus het kan zijn dat een gemeente bijvoorbeeld ervoor kiest om daarvan af te wijken. Maar gegeven het feit dat wij er zelf niet alleen maar heel goed over hebben nagedacht, maar ook zeer goed hebben gekeken naar wanneer wat het wel en niet zou kunnen, raden wij hen vooral ook aan om te zorgen dat ze dat beleid volgen. En ik hoop natuurlijk ook vooral dat de lokale gemeenteraden of provinciale staten daar ook goed op letten. Sorry, een interruptie van mevrouw Hoopske. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag
hierover gaat, lijkt op de vorige vraag. Want een keten is zo sterk als de zwakste schakel, om het zo maar even te zeggen. Stel dat lagere overheden besluiten om het niet te doen. Wat kan de staatssecretaris dan wel doen om hen zover te krijgen, los van adviseren en aanmoedigen? De staatssecretaris. Ja, uiteindelijk zou dat natuurlijk dan moeten via bijvoorbeeld een wet. Want die zou dan ook voor hen gelden. Maar op dit moment hebben we daar nog niet voor gekozen. Nummer 1, omdat dat ook veel tijd kost om zo'n wet te maken. En wij vooral alvast aan de slag wilden om duidelijk te maken onder welke zeer strikte condities het mogelijk zou moeten zijn om gebruik te maken van clouddiensten. En ook van clouddiensten van leveranciers die niet in Europa gevestigd zijn. Maar ik hoop vooral, en ik zie ook steeds meer dat gemeenten en provincies dat ook graag willen, dat we met elkaar gaan optrekken en samenwerken. Juist omdat de zorgen over veiligheid, de zorgen over hoe wordt er met onze gegevens omgegaan, hoe zeker zijn we ervan dat de beschikbaarheid groot blijft, die leven net zo goed bij provincies en gemeenten als hier. Dus wat ik juist zie is dat er steeds meer behoefte is om juist samen te werken, om niet eigen beleid en eigen keuzes allemaal te maken, maar zoveel mogelijk te teamen. En in het kader nogmaals van die NIP 2 gaan we daar ook in de komende tijd verder aan werken om die wetgeving ook samen te maken. Wat ik overigens daarin wel zou kunnen meenemen is ook dat we ook kijken naar dat thema van die clouddiensten in het kader van ook de veiligheid. Dan was er een vraag van de heer Slootweg over ook de cloud en met name ook over het onderwijs. Omdat u zei, ondanks scherpe onderhandelingen van de onderwijsorganisatie SURF zit 95% van de Nederlandse universiteiten in een cloud van Microsoft. En of ik het ermee eens ben dat we daar verder naar moeten kijken. En of ik daar ook zou kunnen leren van Duitsland en België bijvoorbeeld als landen die daarmee aan het werk zijn. Nou, misschien even specifiek eerst inzoomen op die onderwijsinstellingen. Want universiteiten zijn natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen keuzes op dit gebied. En dat kunnen ze ook doen op basis van alle die keuzevrijheid is er natuurlijk voor zowel grotere als kleinere soorten van diensten. En er is ook een risico dat de afhankelijkheid van marktpartijen te groot wordt. En dat is ook de reden waarom wij zelf zo inzetten op risicoanalyses en het bevorderen van concurrentie. Overigens, SURF, de leverancier van vele diensten, clouddiensten ook voor universiteiten, is daarmee aan het werk. En hebben ook al een mix van clouddiensten in de aanbieding. Dat zijn niet alleen maar Amerikaanse, maar ook Nederlandse en Europese aanbieders en leveranciers. En ze hebben bovendien ook nog hun eigen clouddiensten. Maar goed, het is dus wel van belang om ook in dit geval steeds hen ook te blijven wijzen op het zorgen dat ze goede afwegingen maken, het onderwijs, als het gaat over het gebruik maken van clouddiensten. En misschien is het ook goed om te weten dat als het gaat over andere landen, wij ook in Europa hard aan het werk zijn, inderdaad, om te kijken naar of wij ook Europese clouddiensten verder kunnen ontwikkelen. Er zijn verschillende projecten voor, dus dat is dat project waar u het zelf ook over had, het IPCEI-CIS, The Important Project of Common European Interest Cloud Infrastructure and Services, om in goed Nederlands dat nog maar even toe te lichten. De bedoeling is dat we in het tweede kwartaal van dit jaar horen welke projecten op basis hiervan kunnen worden gehonoreerd en ook van start zullen gaan. Binnen dat programma is het idee dat er dus verschillende Europese clouddiensten worden ontwikkeld. De minister van Economische Zaken en Klimaat gaat u daar ook verder over informeren. Er zijn natuurlijk andere ontwikkelingen ook om met name via wetgeving gericht op de cloud te zorgen dat er ook een volwaardig Europees aanbod komt in die cloudmarkt. Want het is zeker een onderwerp waar we in Europa in brede zin, maar ook in Nederland graag aan willen werken om daarmee te voorkomen dat er op basis van relatief weinig concurrentie bijna automatisch terechtkomt bij clouddiensten van Amerikaanse leveranciers. Dan ook een vraag van mevrouw Leijten op dat gebied, namelijk of er risico's zijn voor het delen of het niet goed omgaan met persoonsgegevens. Als je ze aan een Amerikaanse aanbieder aanbiedt, krijg je ze misschien niet meer terug. Wat wij hebben gedaan rondom het cloud, want het ging ook over het cloudbeleid dat we hebben afgesproken.
Samen met de andere departementen hebben we dat cloudbeleid ontwikkeld. En ik heb er ook een gesprek over gevoerd met de autoriteit persoonsgegevens. U heeft op 20 oktober hier ook een technische briefing over gehad. En daar is ook nog schriftelijk overleg over geweest. Wat ik denk dat van belang is, is dat wij risico's zien bij cloudgebruik. En dat maakt ook dat we in het beleid dat we hebben geformuleerd gezegd hebben dat het ongelooflijk belangrijk is dat wanneer je ervoor kiest om iets in de cloud te zetten en dan gebruik te maken van zogenaamde private cloud, dus clouddiensten van leveranciers, van bedrijven die dat leveren, dat je dan ook hele goede keuzes maakt. En dat sommige van die persoonsgegevens of bijzonder gevoelige gegevens niet zomaar kunnen worden geplaatst in een cloud, al helemaal niet in een cloud buiten de zogenaamde economische ruimte. En dat is ook precies in lijn met wat de European Data Protection Board wil. Dan is er de vraag van mevrouw... Staatssecretaris, er is nog een interruptie van mevrouw Leijten. Ja, voorzitter. De reactie van de autoriteit persoonsgegevens was hier wordt een weg ingeslagen die wij willen. Er was vooral een aantal pagina's heel veel waarschuwingen. En de reactie die de staatssecretaris daar weer opgeschreven heeft, die is sumier. Als het bijvoorbeeld gaat over het uniformeren van het cloudbeleid, gaat de staatssecretaris dat volgen van de autoriteit persoonsgegevens? Want we zijn natuurlijk geconfronteerd met uw besluit, zonder overleg met de AP, zonder overleg met de Kamer. U gaat het evalueren in het najaar, of de staatssecretaris gaat het evalueren in het najaar. Hoe gaat die evaluatie lopen? Gaat het langs de lijnen van de adviezen en de waarschuwingen van de AP? Of verder op het management, de management aanvliegroute die tot nu toe is gekozen bij het cloudbeleid? Want als het het laatste is, dan maakt de SP zich daar wel zorgen over. De staatssecretaris. Ja, wat ontzettend belangrijk is natuurlijk dat we hebben gezegd, we maken cloudbeleid. We vinden het belangrijk om goed te omschrijven hoe wij als overheid op een veilige manier gebruik kunnen maken van clouddiensten. Zowel die binnen de Europese ruimte als clouddiensten die met name van bedrijven die met name in de Verenigde Staten zijn gevestigd. En wij vinden het juist heel erg belangrijk dat we dat niet alleen maar gemaakt hebben, dat beleid. We hebben het uiteraard ook met uw Kamer gedeeld. We praten er ook vandaag over. Dat is denk ik niet onbelangrijk. We hebben ook gezorgd dat u goed op de hoogte bent gebracht via die technische briefing. Maar natuurlijk, als wij gaan evalueren, nemen we daarin alles mee. En dat is zeker ook de adviezen van de autoriteit persoonsgegevens. De evaluatie en de ontwikkelingen die we daarin zelf zien. Bijvoorbeeld, werkt dat cloudbeleid nou ook goed voor de departementen? Hoe kunnen we ook andere overheden meenemen, provincies en gemeentes, in het verder vormgeven van dat cloudbeleid? Want ik denk dat het oogmerk is dat we hebben heel helder is, namelijk dat we, wanneer we gebruik maken van clouddiensten, die ons soms heel veel kunnen helpen in termen van efficiëntie, of bijvoorbeeld het eenvoudiger maken van het inzetten van nieuwe programmatuur of nieuwe beveiligingstools, dat we ook zorgen dat het veilig blijft, omdat er natuurlijk met de gegevens van onze burgers of de data en programma's die gebruikt worden door de overheid, we ook willen zorgen dat dat op een goede manier gebruikt kan worden. Dus kort en goed in het antwoord van mevrouw Leijten, we betrekken al die ontwikkelingen en ervaringen natuurlijk daar ook bij, evenals de aanbevelingen van de AP. De staatssecretaris. Oh, mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, de drie adviezen van de autoriteit persoonsgegevens, daar is de staatssecretaris in haar brief van 24 januari op ingegaan. Daarbij verwijst zij ook de hele tijd naar de evaluatie. Maar dat is wel, we kijken of het beoordeeld moet worden. We kijken of het een plek gaat krijgen. We kijken of. En ik probeer iets meer gevoel te krijgen. Ja, want de autoriteit persoonsgegevens zegt enerzijds goed dat er over nagedacht wordt. Anderzijds, we missen uniforme aanpak. En dat is toch de hele tijd wat de autoriteit persoonsgegevens doet. Dus u krijgt een complimentje en u krijgt ook een waarschuwing. En wat gaat de staatssecretaris nou doen bij haar evaluatie? Gaat ze leunen naar de complimentjes of gaat ze de waarschuwingen ter harte nemen? Ik zou graag willen dat ze op dat laatste zou ingaan. De staatssecretaris.
Uiteraard kijk ik juist ook naar die waarschuwing. Want ik ben heel blij dat de autoriteit persoonsgegevens het ook vindt, hè, dat er dit beleid nodig is. En als het gaat over die uniformering en harmonisering, dan is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat we in de uitvoering en de verdere evaluatie van dat cloudbeleid natuurlijk ook zoveel mogelijk samen optrekken. En gelukkig in het cloudbeleid hebben we ook al heel veel afspraken gemaakt over hoe we dat, hè, als het gaat over die harmonisering over de departementen heen bijvoorbeeld, hoe we dat gaan doen met de rol die er is voor de CIO-rijk, de rol die er is voor de CISO, enzovoort, enzovoort. Maar uiteraard vind ik het ontzettend belangrijk dat we juist ook kijken naar waar maakt de AP zich zorgen over. Hoe zorgen we in dat we die zorgen ook zo goed mogelijk meenemen in het beleid en de evaluatie daarvan in dit najaar. Oké, de staatssecretaris vervolgt haar beantwoording. Dan kom ik bij de vraag van mevrouw Dekker-Abdulaziz over end-to-end encryptie en of dat ook intact blijft. En laat ik daar het volgende over zeggen. Het kabinet is een enorme voorstander van die sterke encryptie. Het is van belang dat 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 heeft een grote beschermende waarde en die moet ook niet ter discussie staan. Op 31 januari heeft de minister van JNV ook met uw Kamer daar een brief over gestuurd die uitvoering geeft aan de motie van Raan. En tegelijkertijd zegt dan ook de minister van JNV, moeten we de mogelijkheid houden om opsporing effectief te kunnen blijven doen. En daarom wordt er gekeken naar manieren om binnen dat wat is afgesproken op basis van de motie van Raan, dus het behoud van de encryptie, ook toegang te kunnen krijgen, rechtmatig, tot versleutelde informatie. En daarbij speelt natuurlijk een rol dat fundamentele rechten, dataprotectie, behoud van cybersecurity enzovoort niet worden geschonden. Dan is er de vraag nog van GroenLinks over de Digital Services Act. En of dat ook met de komst, of de komst hiervan de informatiebeveiliging substantieel verbetert. Nou, wat er gebeurt is natuurlijk dat de Digital Services Act in fases wordt ingevoerd. Hè, want de regulering is al afgesproken. De grote online platforms zijn vanaf eind van dit jaar aan die regelgeving gebonden. En voor deze online platforms, social media platforms bijvoorbeeld en online zoekmachines, geldt dat ze jaarlijks een risicoanalyse moeten uitvoeren om te onderzoeken welke risico's voortkomen uit de algoritmes die zij gebruiken. Waaronder de risico's op het gebied van desinformatie, kinderen, publieke debat, fundamentele rechten. En zij moeten ook zorgen dat die risico's worden beperkt op last van boetes wanneer ze dat niet doen. En wij gaan ervan uit dat dat ook effecten zal hebben op die informatiebeveiliging, omdat die risico's ook daarop moeten in kaart moeten worden gebracht. Maar uiteraard, de wetgeving gaat nu van start. We zullen ook goed in de gaten moeten houden of dat het ook, of dat ook daadwerkelijk op deze wijze nog effecten zal hebben. Dan de vraag van mevrouw Leijten en van GroenLinks, van mevrouw Bouchalit. Over de strategieën die we hebben op het gebied van cybersecurity. Of beter gezegd, de vragen ook over wat zien we nou als wanneer het veilig is. En daar hebben we natuurlijk in Nederland een aantal dingen over afgesproken. We hebben een Nederlandse cybersecurity strategie die in oktober van vorig jaar naar uw Kamer is gestuurd. Met een actieprogramma erbij. We hebben ook onlangs een Nederlandse veiligheidsstrategie vastgesteld. Die heeft uw Kamer vorige week ontvangen. En in die strategieën gaan we er vooral in dat we willen zorgen dat we digitaal veilig zijn. Of het dan gaat beveiligingen tegen hacks, zorgen dat er geen data gedeeld kunnen worden met partijen die daar geen recht op hebben. Dat we veilige IT-middelen gebruiken, dat we voldoende deskundigheid ontwikkelen. En allerlei andere maatregelen, bijvoorbeeld om ransomware aanvallen tegen te gaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk is het zo dat die strategie erop gericht is om ons veilig te houden. Maar we zien ook dat de dreigingen toenemen. En dat vraagt ook dat we steeds meer moeten blijven werken aan om die dreigingen ook tegen te gaan. Of het nou dreigingen zijn vanuit criminele organisaties, dreigingen vanuit statelijke actoren. Dus het
uitwerken van die strategie zal betekenen dat we ook steeds weer verder moeten gaan in het zorgen dat we ons verder blijven bewapenen en ook onszelf veilig houden. En dat zal een ontwikkeling zijn die ook in de komende jaren ook nog heel veel aandacht zal vergen. Dan wilde ik doorgaan naar het blokje over privacy. En dan begin ik met de vraag van mevrouw Van Weerdenburg over Facebook Pages. En de vraag of u ook de volledige vertaling in het Nederlands kan krijgen, dat kan natuurlijk. We hoopten u enigszins te bedienen door alvast een samenvatting te sturen, maar uiteraard kunnen we dat ook doen. En ik denk eigenlijk ook naar aanleiding van de punten die u daarin noemde, dat het goed is om iets meer en iets meer in diepte vooral met uw Kamer te delen wat nou precies deze onderzoekers hebben gevonden en welke risico's ze zien en ook wat onze strategie is om daarmee aan het werk te gaan. Dus ik zou eigenlijk willen aanbieden om daar ook een zogenaamde technische briefing over te organiseren, waarin we wellicht de onderzoekers vragen om u meer te informeren over wat zij nou hebben gezien en hoe ze daar tegenaan kijken, zodat er ook meer helderheid komt over dit onderwerp. Mevrouw Van Weerdenburg voor reactie. Ja, dank voorzitter. Dank voor het aanbod, maar dat is eigenlijk niet waar ik naar zoek. Het punt is namelijk dat ik als Kamerlid die discussie... Kijk, wat mij betreft is het een politieke discussie. Van moeten we willen dat mensen een account aan moeten maken om bij informatie van de overheid te komen? Moeten we het willen dat de overheid niet meer vertegenwoordigd is op een platform waar ze eigenlijk een publiek had van 5 miljoen mensen? Ik vind dat die waardediscussie, die moeten we hier voeren. En dat er nu een juridisch document van 150 pagina's voorgeplaatst wordt, waaraan die beslissing dus hangt, blijft de overheid wel of niet op Facebook, vind ik een beetje lastig. Maar goed, als dat de procedure is, prima, dan moeten we het hebben over dat document. Ik wil het niet met de opstellers van dat document. Want kijk, het is mij duidelijk, al vind ik wel dat we alsnog de volledige Nederlandse vertaling moeten hebben. Al is het alleen maar om ons te helpen om de juiste vragen te stellen. Maar ik heb het Engelse document ook gelezen. Maar ik wil, als dit dan erbij hoort, de discussie van wel of niet, daar is de staatssecretaris juist voor om dat besluit mee te discussiëren. En we hebben heel bewust gezegd van, voordat er stappen worden genomen, willen we hierover spreken. Nou, dat proberen we hier vandaag. Dat lukt dus niet. En ondertussen hoor ik wel op de radio allerlei dingen zeggen. In het FD moeten we lezen dat pas vorige week onderhandelingen zijn begonnen met Meta. Ik heb alsnog het gevoel dat er een heleboel langs ons heen gaat en dat wil ik voorkomen. Dus ik heb niet zozeer een behoefte aan technische briefing met de opstellers van het rapport. Maar ik wil met de bewindspersoon hier nader over spreken. Eerst beantwoording en dan vervolgvraag van de heer Rahim, staatssecretaris. Nou ja, dat kan ook, hè, want dit onderzoek is natuurlijk niet onbelangrijk, om het maar even zo te zeggen. Want wij willen heel graag dat als Nederlanders gebruik maken van een dienst als Facebook, dat dan ook veilig kan en dat die dienstverlening voldoet aan de Nederlandse of in Nederland geldende regelgeving. In dit geval gaat het over de privacyregelgeving ofwel de AVG. En wij hebben gezien dat, en dat kunnen wij dus onderzoeken omdat wij zelf gebruik maken van dit kanaal ook om Nederlanders van informatie te voorzien. Dat doen we omdat heel veel Nederlanders ook gebruik maken van Facebook. We hebben natuurlijk vele kanalen waarin we informatie delen met inwoners van het land. Maar dit is er één van. En wij hebben gezien op basis van dat onderzoek dat er niet wordt voldaan aan de privacyregelgeving. En dat maakt dat wij het belangrijk vinden om niet zomaar te zeggen dan gebruiken we het niet meer, maar om te kijken of we samen met dit bedrijf kunnen komen tot een veilige dienstverlening. In de hoop dat daarmee niet alleen maar ons gebruik, het gebruik van de overheid van deze dienst verbetert, maar dat de dienstverlening vanuit dit bedrijf, het voldoen aan wet en regelgeving, ook voor Nederlanders in het totaal gaat gelden. Dat is ons oogmerk met dit traject. Als u nou zegt van, ik hoef niet meer informatie te hebben over het onderzoek, prima, want ik dacht dat u daarnaar op zoek was. Maar als dat niet zo is, dan is dat natuurlijk op zich begrijpelijk. Ik zal in ieder geval zorgen dat u wordt voorzien van een vertaling. Dank. Een vervolgvraag van mevrouw Van Wierenburg.
Ja, kijk, voor zover ik wist, hebben we hier volgens mij maanden geleden al over gesproken. En ik ging ervan uit dat de gesprekken met Meta al gaande waren. Maar blijkbaar dus niet. Waar ik aanstoot aan neem, is dat nu dit document wordt eigenlijk gebruikt in een soort van strategie. Meta staat al tegen de muur. Ik heb niet het gevoel dat de staatssecretaris daadwerkelijk probeert om eruit te komen. Ik heb meer het gevoel dat ze nu munitie verzamelt om alvast Meta voor een voldoende feit te stellen. En dan vraag ik me af wat die gesprekken überhaupt nog voor zin hebben. Maar nogmaals, ik hoef niet meer informatie over het rapport. Ik wil gewoon het rapport. En voor mijn gevoel heb ik het rapport niet als ik het niet in het Nederlands heb. En daarmee zeg ik niet dat ik geen Engels kan lezen. Maar bijvoorbeeld wilde ik vragen stellen over de invulling van de term joint controllership. En wat zeg maar, de opstellers van dat rapport eronder verstaan. En bijvoorbeeld wat voor gevolgen dat heeft voor een platform als Mastodon, waar de staatssecretaris nu ook actief is. Maar omdat ik een Nederlandse term zocht, ging ik even de Nederlandse vertaling erbij pakken. En dan blijkt dat gewoon een Jip en Janneke samenvatting te zijn van niet 9, maar 6 pagina's als het betreft de DPIA. En dan, ja, sorry, maar dan heb ik dus nog de informatie niet ontvangen. Ik wil dus wel spreken over dit rapport met de staatssecretaris, maar ik wil het rapport gewoon in het Nederlands. Duidelijk. Ik wil mevrouw van Wierenburg erop wijzen dat we tijdens de PV nog altijd in de commissievergadering kunnen agenderen. De staatssecretaris. Nou, ik heb mevrouw van Wierenburg al toegezegd dat die vertaling al komt. En misschien eventjes over hoe dit soort, of wat mijn intentie is, want kennelijk is dat niet ook goed helder. Onze intentie is niet om Nederlanders of Nederland van een Facebook af te halen. Onze intentie is om te zorgen dat de producten en diensten die dit bedrijf leveren, dienstverlening in dit geval, voldoen aan de Nederlandse wetgeving. En dat is ook de reden waarom we met hen in gesprek zijn. Zijn dat eenvoudige gesprekken? Nee, dat zijn het niet. Het zijn gesprekken die indringend zijn, die ook tijd kosten. Dat hebben we ook gezien bij de eerdere trajecten die we hebben gelopen, bijvoorbeeld met Google en met Microsoft. Want het vergt namelijk dat we het goed niet alleen maar met elkaar eens worden over wat zijn nou precies de problemen die we zien, maar ook wat zijn de mogelijke aanpassingen die het bedrijf kan doen. En dat vergt tijd. Wij zijn er nogmaals over in gesprek. Dat betekent dat we aan beide kanten vertegenwoordigers moeten hebben. Dat heeft even tijd geduurd voordat Facebook ook iemand had met wie we konden praten. Die hebben we nu. En wij hopen vooral ook, in lijn met de eerdere keren dat we dit hebben gedaan, dat we daar ook met hen uitkomen. Want onze strategie nogmaals is niet gericht op dingen verbieden. Dat kan altijd uiteindelijk de consequentie zijn. Is juist om te zorgen dat dienstverlening die beschikbaar is voor Nederlanders, voor de Nederlandse overheid, ook voldoet aan de Nederlandse regelgeving. Helder. Tot slot, mevrouw van Wierenburg. Ja, tot slot op dit punt, voorzitter. Want vorige week stond er in het FD dus Financieel Dagblad een stuk hierover, over die onderhandelingen. En daar staat in, staatssecretaris trekt een streep in het zand. De Nederlandse overheid is van plan geen duimbreed toe te geven in de onderhandelingen met Facebook over privacyregels. Ja, is het dan nog een onderhandeling? Ik weet niet wat ik moet geloven, want de staatssecretaris die sust ons een beetje van nee, er is echt nog wel ruimte. Maar dat gevoel krijg ik dus niet. We vallen een beetje in herhaling, maar tot slot de staatssecretaris hierover. Nee, kijk, ik ben daarin eigenlijk ook wel vrij eenvoudig. Want natuurlijk is dit een gesprek. Namelijk, hoe wordt er door deze dienst voldaan aan de Nederlandse wet en regelgeving? En volgens mij is de AVG helder over wat je bijvoorbeeld mag doen met gegevens van mensen die gebruik maken van jouw diensten. En daarin denk ik dat we ook heel scherp moeten zijn, want we hebben die wetten en ook u niet voor niks opgesteld. Namelijk om te zorgen dat als je ergens gebruik maakt van een bepaalde dienst, dat je gegevens dan beschermd zijn. We hebben het net over hacks gehad of over datadelen. Dus het is ontzettend belangrijk dat als wij als overheid gebruik maken van Facebook pages, dat we dan zeker weten dat zij op een manier omgaan met de data van de Nederlandse burgers die past bij, of beter gezegd in lijn is met de Nederlandse wetgeving op dat gebied. En nogmaals, we hebben eerder dit soort trajecten gedaan. Daar zijn we goed uitgekomen, dus ik hoop dat dat ook zal zijn in dit traject. De heer Rahimi voor een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter,
Ja, ik vind het wel heel goed, juist de technische briefing. Al is het wel om mijn 9 resterende vraag te stellen. Maar mijn vraag was dus, maar volgens mij is die beantwoord. We krijgen eerst dus wel de vertaling. Dat vind ik ook inderdaad wel belangrijk. En vervolgens daarna eventueel een technische briefing, waar ik echt voorstander van ben. Klopt dat? Is de staatssecretaris eens inderdaad... Kijk, wij maken afspraken, we zijn in gesprek. Want dat hoor ik, ik vind ook dat we dat moeten doen. Dat we eigenlijk continu ook als Kamer, als kabinet, ook alert moeten zijn. Worden de afspraken nagegaan? En met de Google Suite Workspace hebben we dat ook gedaan. Is na een aantal jaar, is het dan ook daadwerkelijk? Of zitten hier weer andere Kamerleden die het helemaal vergeten waren? Dat vind ik heel belangrijk. Maar de technische briefing, wel groot voorstander van, inclusief de vertaling. En soms zijn de vertalingen ook helemaal niet te volgen, hoor. Dus de Nederlandse teksten zijn ook best wel lastig, zeg ik. Zeggen wij allebei als niet-native speakers. De staatssecretaris. Ja, misschien even om op die vraag in te gaan die u stelde. Want u moet zelf als commissie bepalen of wat u gaat doen met die wel of niet technische briefing. Wat natuurlijk zo is, is dat wij niet alleen maar één keer die checks willen doen, maar dat we dat ook willen blijven herhalen. Want dienstverlening wordt aangepast en dat betekent dat je ook blijvend moet kijken of er wordt voldaan aan de wetten en regels die er gelden als het gaat op het gebied van privacy. De staatssecretaris vervolgt haar beantwoording. Dan de vraag ook die er... Volgens mij was dat de vraag die u net stelde, hè, of er inderdaad continuïteit is daarin. Dan de vraag van mevrouw Bouchalik van GroenLinks. Of ik kan aangeven of overheden samenwerken met bedrijven... of er ook door overheden worden samengewerkt met de bedrijven waar die datalek's hebben plaatsgevonden vorige week. We hebben inmiddels gezien dat er inderdaad op basis van een interdepartementale inventarisatie, zoals dat heet, dus met verschillende departementen, dat er 5 partijen van de Rijksoverheid zijn die ook getroffen zijn door dit datalek. Op dit moment worden we hier onderzoek naar verricht om te kijken wat de effecten daarvan zijn. En ik heb nog geen signalen gekregen van andere overheden, dus van gemeenten of provincies. Maar ik zal daar voor u ook navraag naar doen om te kijken of er ook nog sprake is van dat zij geraakt zouden zijn. Maar u wordt in ieder geval op de hoogte gehouden ook van wat dit betekent voor de Rijksoverheid. Dan de vraag van de heer Slootweg, maar die ging over de vraag over wat de autoriteitspersoonsgegevens doet met dat datalek van vorige week. Zij zijn natuurlijk een onafhankelijke toezichthouder, bepalen zelf ook of en wat ze ermee gaan doen. Het feit dat het gemeld is, is natuurlijk al conform de regels, namelijk dat er een datalek heeft plaatsgevonden. Of er sprake is van een overtreding van de AVG, ja, daar moeten zij natuurlijk hun werk doen en kijken of dat ook, aan de orde is. Daar kan ik niet opdracht toe geven of hen instructies geven. Dan was er de vraag, ook van de heer Slootweg en ook deels van mevrouw Leijten, over is het verantwoord om zoveel data te delen met marktpartijen en of er niet extra waarborgen moeten zijn om data te delen, gegeven het feit dat er dus ook datalek's plaatsvinden en ook vorige week nog hebben plaatsgevonden. En ik ben het zeer met u eens dat het nodig is dat er extra waarborgen komen. Dat is ook waarom er heel veel nieuwe wetgeving is opgesteld, zoals de Data Governance Act, de Digital Markets Act, de Data Act. Om daarmee extra waarborgen op datadelen te organiseren. En de verplichtingen die er zijn, is met name ook om te zorgen dat er meer vertrouwen kan zijn in de data die worden gedeeld. En niet alleen maar direct, maar ook via tussenpersonen. Data Act zal meer regie geven aan burgers. En in de Digital Markets Act wordt het makkelijker gemaakt voor burgers om te zorgen dat ze hun data zelf meenemen naar andere diensten wanneer ze dat zouden willen. En er worden ook extra verplichtingen gesteld aan het zorgen dat er data moeten worden gedeeld. Dus ja, kort en goed, er moet dus meer worden gedaan om te beschermen. Ook het onderwerp dataminimalisatie is een belangrijk onderwerp. Dat geldt overigens ook voor ons als overheid. Zorgen dat we
daar waar we met elkaar data moeten delen om diensten te, of producten te kunnen, kunnen uitwisselen, dat we ook zorgen dat dat gebeurt op basis van zo weinig mogelijk data en niet op basis van hele grote hoeveelheden en datasets. Ja, een interruptie van de heer Sloter. Dank u wel, voorzitter. En ik wil de staatssecretaris bedanken voor de antwoorden. Maar aan de andere kant, als ik dat goed beluister, dan moet ik dus eerst eigenlijk wachten tot nieuwe wetgeving van kracht gaat worden, voordat die extra waarborgen er zijn. Ja, op dit moment blijken er, zeg maar, toch door ook overheidsorganisaties enorme data uitgewisseld te worden met zo'n software, met zo'n marktonderzoeksbureau, waardoor die hoeveelheden met informatie van onze inwoners zomaar op straat kunnen komen liggen. En dan vind ik het toch een beetje een raar idee dat ik moet wachten tot een keer wetgeving komt voordat er iets kan worden gedaan. Ik denk toch dat je ook in je interne proces iets zou kunnen doen en waarborgen eigenlijk nu al vraagt, vooruitlopend op wetgeving, dat dit niet nog een keer kan gebeuren. Of is dat te optimistisch gedacht? De staatssecretaris. Nee, want dat geldt natuurlijk als we het over de overheid specifiek hebben, geldt dat vandaag de dag al. Dus heel zorgvuldig omgaan met data is iets wat we verwachten van niet alleen maar de Rijksoverheid, maar ook van gemeentes en provincies. Waarom ik dit benoem, is dat er nog, want u vroeg, moeten er nog extra waarborgen komen? Ja, die moeten er ook nog komen. Overigens, de Digital Markets Act is al in plaats, hè, die geldt al. Het voortdurend blijven nadenken over de vraag hoe kunnen we met zo gering mogelijke hoeveelheden data delen, hoe kunnen we zorgen dat er extra waarborgen zijn. Dat werk moeten wij natuurlijk nu al doen. Dat blijft iets wat van kracht is, ook voor de Rijksoverheid. De heer Sloterweg. Dan zou ik het toch wel fijn vinden. Kijk, volgens mij vroeg de heer Arimi er ook al om van, ja, wat leren wij nu van dit soort fouten? Dit is echt een gigantische hoeveelheid informatie, ook die via overheidsdiensten hier naartoe gaat komen. En ik begrijp dat de autoriteit persoonsgegevens kunt u geen opdracht voor geven. Maar ik denk toch dat deze casus eigenlijk wel ons iets leert van, ja, hoe zitten nou die waarborgen? Hoe zitten er nou soort met stresstesten? Dat dit niet nog een keer kan gebeuren. En met name daar waar er informatie is die mensen toevertrouwen aan de overheidsdienst en die schijnbaar op een andere manier bij marktpartijen terechtkomen, dan geloof ik echt dat de overheid die informatie wel goed op orde heeft. Maar schijnbaar daar waar de informatie gedeeld wordt met een aantal marktpartijen, zit daar toch een lek. En ik zou toch wel heel graag willen zien dat we binnen een aantal maanden weten van, ja, wat moeten we nou extra beveiligen dat zo'n lek niet nog een keer kan ontstaan? De staatssecretaris. Ja, ik begrijp uw punt, hè. Dus het punt is dat we inderdaad, we hebben het niet zozeer over inderdaad in dit geval de overheid zelf, maar over partijen die wij inhuren om diensten of taken voor ons te verrichten. En deze partijen blijken dan onvoldoende te voldoen aan de bescherming die nodig is om te zorgen dat je geen datalek's hebt. Nou is het zo dat natuurlijk 100% bescherming is altijd ingewikkeld. We hebben natuurlijk als het gaat over aanbestedingen en het vragen aan anderen voor ons activiteiten te doen, hebben we daar allerlei regels over. Maar ik vind het wel een punt waar ik graag nog even wil gaan kauwen. Of die aanbestedingsregels voldoende zijn en of er niet ook, wanneer je dat bijvoorbeeld doet, niet alleen maar goede afspraken maakt over bescherming, maar ook nog een soort extra waarborgen inregelt. En in hoeverre dat ook we dat kunnen invullen op basis van al dan niet al bestaande regelgeving. Want ik denk, kijk, het is helder dat bedrijven mogen dit niet doen. Hè? Je mag geen data lekken. Ik bedoel, dat is helder. Daar is die AVG voor die al lang geldt en die mag ook niet. Waar het over gaat is dat als wij iemand vragen werk voor ons te doen, wat we altijd zullen blijven doen, want als overheid geven we nou eenmaal vaak opdrachten aan partijen om iets te doen, hoe we beter kunnen zien of beschermen vooraf dat er ook niks fout gaat. Dus ik wil daar graag nog even op blijven kouwen en kom daar dan graag bij u op terug. Dat zal ik niet aan een minuut kunnen doen, dus niet in de tweede termijn, maar ik zal daar een brief over sturen. Dan was er nog de vraag ook van de heer Slootweg over het beteugelen van Big Tech. En dan ging het over dat collectieve inkopen, of we dat niet ook in andere sectoren zouden kunnen doen, zoals bijvoorbeeld in de zorg. En ja, we delen daar ook actief kennis over.
In die DPIA die we gemaakt hebben over Google Workspace, dat was een programma wat gebruikt wordt in het onderwijs, hebben we daar ook samengewerkt met een aantal andere partijen internationaal. Dus we hebben onze kennis en kunde daar gedeeld. We doen dat niet alleen maar in het kader van bijvoorbeeld dit soort onderhandelingen, maar we weten ook bijvoorbeeld dat in de zorg daar ook gebruik van wordt gemaakt. Staatssecretaris, u krijgt nog een interruptie van de heer Rahimi. Ik geloof over de vorige blok. Voorzitter, de staatssecretaris heeft haar microfoon nog aan. En ik zag dat daar soms dat een probleem kan veroorzaken, technisch. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik was heel blij met de opmerking over de aanbestedingen. Want ik had zo'n blok die ik over moest slaan. Ik probeer me even te begrijpen. U gaat kijken naar de aanbestedingen, hoe we die beter kunnen inrichten. Want inderdaad, sommige aanbestedingen vind ik dat we in Nederland best wel soms kijken naar ons benzuinig. En doe maar een Chinees laptopje of wat dan ook. Is het op dat soort aspecten dat het voorkomt dat soms niet gelet wordt op de hardware, de software waar die vandaan komt, en te veel op prijs? Is het op andere vlakken? Want u gaf daar heel kort iets over aan, maar ik voelde niet welke kant op het ging. De staatssecretaris over aanbestedingen. Nou, misschien toch even, dan wil ik er wel even scherp op zijn. Kijk, het is niet zo, het is nu voorgekomen dat er een datalek is. Bij een marktpartij die ook ingehuurd werd door andere marktpartijen, maar ook voor een deel door de overheid. En dat is niet oké. Dat is niet goed. En dat willen we ook zoveel mogelijk voorkomen. Het is niet zo dat alle data van de overheid nu voortdurend op straat ligt, of dat alle aanbestedingen van dit soort dingen fout gaan. Maar wat ik heb toegezegd aan de heer Slootweg is de vraag van: kunt u nog eens kijken dat ondanks het feit dat we allerlei wet- en regelgeving hebben die aangeeft dat wanneer je iets aanbesteedt, dat ook dit op orde moet zijn, het toch nog fout kan gaan en of er dan een extra waarborg nodig zou zijn. Dus ik wil ook een beetje beeld weglaten alsof we als overheid nu voortdurend maar partijen inhuren om daarmee de data van burgers te grabbel te gooien, want dat beeld zou niet goed zijn. Maar ik wil wel kijken of het verstandig is om nog al dan niet extra waarborgen of checks in te bouwen om te zorgen dat het feit dat het nu toch fout is gegaan een volgende keer zouden kunnen voorkomen. Helder. Heel kort, de heer Rahimi. Heel kort. Ja, dan is het toch iets anders dan wat ik bedoelde. Ik bedoel, als voorbeeld zo'n Huawei.